Ja, onderweg naar Veghel. Wat je net zag was trouwens gewoon iemand die twee NAC-shirtjes achter in zijn auto heeft hangen. Hé, hey, dat is leuk. Onderweg naar Veghel. En daar heb ik eerst een ga ik even wat eten met mensen van de directie daar. Nou, dat is gezellig. En daarna heb ik een interview met Special Radio. Mensen met een handicap, geloof ik, ga maar interviewen. Maar ga ik hele leuke antwoorden geven, denk ik. En daarna ga ik spelen in Veghel. Ik zit vandaag weer met mijn laptopje in de auto dingen aan te passen. Om vanavond weer nieuwe dingetjes te hebben in Veghel. Ik heb er zin in. Nog een kwartier, 20 minuten. En dan zijn we in Veghel. Ik heb er zin in. Dus je doet om de beurt met een vraag stellen. Nee, ik wil ze niet zien. Het zijn, verras me maar. Doe maar even weg. Doe maar handen voor jezelf. Het zijn allemaal... Ja. Mijn vrienden zijn grappiger dan ik zelf. Dus als we af en toe grapjes zitten te maken onderling, dan zeg ik, hé, die ga ik gebruiken in mijn show. Oké, Maart. Hoe vaak heb je al in de blauwe kei gespeeld? Heel vaak. Ik heb echt wel heel vaak in de blauwe kei gespeeld.